Hier zijn we dan weer. En als het goed is, hebben wij Ludwig nu aan de telefoon. Ludwig, goedenavond. Goedenavond, Iwan en alle luisteraars van Radio Tamara Wereldwijd. Ik groet u vanuit Nijmegen aan de oostgrens van Nederland. Ik woon tegen de Duitse grens aan. En van hieruit zeg ik extra odi-odi aan alle internationale luisteraars die ver buiten Suriname nog aandacht hebben voor ons geliefd Suriname. Laat me gelijk met de deur in huis vallen. Het is vandaag de overgang van zondag 30 april naar maandag 1 mei. Ja, in week 18 is dus op maandag begint week 18. Ja, laten we dat zo zeggen. In het jaar 2023. En zoals u weet is april is de vijfde maand van het jaar. Ja, dus dat is wanneer u uw data gaat afkorten deze maand. Over april heb ik al in eerdere uitzendingen gezegd dat vooral in Suriname er een onhebbelijke gewoonte is om het spreekwoord, een bepaald Nederlands spreekwoord letterlijk te nemen in april. Men zegt in april stuurt men de gekken waar men wil. Ja, maar het komt erop neer, die datum 1 april, ik zeg het voor de zekerheid, om mensen wakker te schudden. Laat u niet foppen door allerlei flauwe grappen op 1 april. Want ik heb persoonlijk een hekel aan die gewoonte om dan mensen voor de gek te gaan houden met een aprilmop. Let u wel daarop. En ik ga, zoals ik in eerdere uitzendingen had aangekondigd, maar men is het waarschijnlijk al vergeten, wil ik toch wat over die 1 april dag zeggen in verband met een ontwikkeling, een bijzondere ontwikkeling in Suriname. Maar dan maar gelijk van start gaan met de traditionele volgorde. Ik laat altijd internationaal mijn licht schijnen op de wereld voordat we naar Suriname gaan. Ik doe dat bewust om Surinamers het bewustzijn bij te brengen dat wij een volwaardige natie zijn in de rij der naties in de wereld. We hebben het zelfbeschikkingsrecht verworven. Onze onafhankelijkheid hebben we verworven op 25 november 1975 zijn we een onafhankelijk land en zijn we losgekomen van Nederland. Maar zoals het in de hele wereld toegaat, ben je niet van de een op de andere dag vrij en onafhankelijk. Het is een proces om op je eigen benen te leren staan en om aan je zwakheden te werken en om jouw krachtenvelden en de gebieden waarin je sterk bent, om die uit te bouwen, om die te vergroten. En in dat proces zitten wij. Dus dat op en neer gaan van Suriname, daar moeten we niet al te somber van worden, niet al te depressief. Men heeft een moeilijk woord, men zegt, dan overheerst, als je een beetje somber bent, dan overheerst het defetisme. We worden niet defetistisch. We blijven de moed erin houden. Hoewel ik u moet zeggen, we hebben veel aanleiding, er is veel reden om niet positief en niet optimistisch te zijn, omdat er heel wat misgaat in ons land. Maar ik troost mij, en dat breng ik aan u over, ik deel het met u, ik troost mij met de gedachte dat ieder land, en het geldt voor de hele menselijkheid, door vallen en opstaan groeit. Je groei is het telkens leren van jouw geschiedenis en door vallen en op te staan verbeteringen aan te brengen aan jouw ontwikkeling, aan jouw verzelfstandiging. Ik zou zeggen, dat geldt dus ook voor Suriname. En ik zie dus alles wat er zich nu voltrekt, tot en met het racisme, waar ik een bloedhekel aan heb, het racisme in Suriname,
nogmaals, een etnische politiek die is ingeplant door Nederland, het Nederlandse kolonialisme in Suriname. Daar moeten wij zo gauw mogelijk vanaf. Het is prioriteit nummer 1. Daarom zet ik het vooraan in mijn lijstje van punten waar wij aan moeten werken. Want wanneer je in de wereld etnisch opstelt en eerst kijkt naar hoe iemand eruit ziet en naar de bloedgroep en naar de kleine groep waartoe jij graag wil behoren en die groep gaat privilegeren, dan is dat een rem op elke ontwikkeling. Want dan zet je niet de juiste man en de juiste vrouw op de juiste plaats, maar dan zet je je familie, vrienden enzovoorts, kennissen, die bevoordeel je. En dat is een proces dat stagnerend werkt. Omdat je dan niet de kundige persoon aan de leiding zet in je land, maar je zet bekende. En die maken er meestal een potje van. Als jij niet bekwaam bent om een taak waarvoor je wordt gevraagd, om die taak goed naar behoren uit te oefenen, en het zij omdat je een te lage opleiding hebt en die taak niet begrijpt. Het hoeft niet altijd te kwade trouw te zijn, maar het is vaak ook onkunde. Als jij iemand die van de kleuterklas komt of alleen maar een lagere school heeft en je zet hem in een Boeing 747 om 500 passagiers in de lucht te vervoeren, dan weet je dat dat genocide is. Ze zullen met z'n allen sterven. Dat zijn die dingen die je van tevoren kunt zeggen. En helaas is het zo in de maatschappij dat er vele vakgebieden zijn die eigenlijk het niveau hebben van een Boeing 747. Dus dat je technisch, wetenschappelijk goed onderlegd moet zijn om met dat vakgebied uit de voeten te kunnen. En wanneer dan een zeer goede neef of een of andere familielid dat de kwaliteiten niet bezit om te kunnen overzien voor welke taak hij of zij gevraagd is, en die zit maar wat aan te modderen en zogenaamd dingen te doen, en die wordt boos. Die wordt boos wanneer je kritiek levert, want die vindt, ja, wees niet zo negatief. Zeg ook een paar positieve dingen, terwijl er niets positiefs gedaan wordt. En deze situatie hebben we in Suriname nu, dat ons heel land een beetje in de war is. En ik herhaal, het uit de pas lopen van het land en van dat hele systeem en van de leidinggevende burgers, de politici die nu aan het bewind zijn, dat is op zich is het geen onoverkomelijk probleem. Je kunt eruit komen. Maar je moet beginnen te erkennen waar die fout zit. Als je dat ontkent en blijft ontkennen en blijft zeggen dat je het goed doet. Je zegt je hebt een lege kas aangetroffen. Terwijl IMF die maakt complimentjes over de wijze waarop in 2019 de financiële staat in Suriname is overgedragen. Dan zijn dat inconsistenties die gewoon zonneklaar zijn. Zijn helder. En dan moet je geen politieke oormerken gaan geven eraan. Maar je moet goed neutraal kijken van wat er aan de hand is. En wanneer diezelfde regering die gecomplimenteerd wordt omdat die relatief goed klinkende boekhouding achterlaat. Maar wanneer diezelfde regering ook gecritiseerd wordt omdat die op een stomme manier het leningenplafond eigenzinnig heeft verhoogd en een exorbitant hoog bedrag van bijna 5 miljard heeft geleend in het buitenland. Ja, 4, zoveel is dat. En dan is dat te veel. En dan is dat ook een grote blunder. Wanneer diezelfde regering ook bij die overdracht van de politieke macht nog op de valreep toen men demissionair was, nog duizenden ambtenaren in dienst neemt, Dan is dat iets wat niet klopt. En ook wanneer de toenmalige vicepresident, meneer Adin, wat hij ook mogen hebben gedaan, hij is veroordeeld dat hij dus een aantal spullen die niet van hem waren,
op een niet passende manier eigenlijk heeft weggemaakt. Nou, maar dat een voorzichtig formulaire. Maar hij is veroordeeld. Dan zeg ik aan de ene kant is dat ja, is een schande. Maar aan de andere kant zeg ik, wanneer zulke dingen, wanneer die kleinere dingen, als, dus je gaat een mier, ga je slaan met een mokerhamer. Dan zeg ik van ja, ja, wat moet ik ervan zeggen? Fijn als je een mier die verkeerd heeft gedaan, heeft gezondigd, als je die straft. Maar is dat nodig om met een mokerhamer een heel klein wezentje te verbrijzelen, zodat je er niet meer mee uit de voeten kunt? En zo in Suriname, ik kan de hele avond vullen met dit soort dingen. Ik praat nu ook uit de losse mouw om u aan te geven dat die voorbeelden talrijk zijn. We hebben een grondwet en die grondwet van ons zegt dat wanneer wij er met onze leidinggevende politici, die grondwettelijk zijn aangesteld, niet eruit komen uit de problematiek, dan mogen wij een verenigde volksvergadering bij elkaar roepen met de minst geschoolde, luister goed wat ik u zeg, we zetten dus de minst geschoolde, wanneer we niet uit de problemen kunnen komen, dan moeten we een volksvergadering volgens de grondwet bijeenroepen en die kiest onder andere ook de president. Die volksvergadering die hakt knopen door en dat zijn de minst geschoolde, minst ervaren Surinamers, de armste. Vaak hebben ze is de vergoeding die ze krijgen voor een bestuurlijke taak is de enige inkomsten van een cluster gezinnen. Dus het is alleen maar armoede. En dat gebeurt er in het land. En ik zeg u nogmaals, de voorbeelden zijn zo talrijk. Die ziekenhuizen functioneren niet goed. Zelfs de goed functionerende ziekenhuizen worden door wanbeleid tot slecht functionerende ziekenhuizen. Waar die deskundigen zelf niks aan kunnen doen. Maar je kunt nou eenmaal niet een ziekenhuis draaien als medicijnen toevoer stagneert. Als de minister van Volksgezondheid ontkent dat er bepaalde ziekte aandoeningen zijn. Als er in het ziekenhuis een beleid gevoerd wordt van favoritisme. Alles dat te maken heeft met management klopt niet. Dan kun je ook niks meer bereiken met zo'n ziekenhuis. En dat is helaas het geval in Suriname. Waar er nu tal van problemen. En die problemen komen elke dag erbij hoor. Tal van problemen. Het land teisteren. Ja, maar laat me nou toch even daaruit een greep nemen op u vanavond met het behandelen van een paar onderwerpen iets meer zicht te geven op wat er in ons land gaande is en hoe wij er mogelijk uit kunnen komen. Laat me eventjes zeggen, dus terug naar de datum 1 mei. Het is vandaag in de vroege ochtend van 1 mei, maandag. En dan wordt er internationaal aandacht besteed aan de Dag van de Arbeid. 1 mei is internationaal Dag van de Arbeid. Maar wonderwel is het niet in elk land zo dat het een doorbetaalde vrije dag is. Bijvoorbeeld in Nederland is 1 mei geen doorbetaalde vrije dag. Let wel, geen doorbetaalde vrije dag. Omdat, dat heeft een kleine geschiedenis. De jaardag van de koningin, ja, die viel gewoon op 30 mei. En toen kwam in gedrang met die 1 mei viering. En toen heeft men gezegd, kijk, als je die jaardag uitbundig viert, en dan hebben we dan twee feesten na elkaar, dan kan de arbeidssituatie in het land, die werkgelegenheidssituatie, kan eronder gaan lijden. Dus heeft men gekozen voor die 1 mei niet feestelijk te vieren. Maar ook om andere redenen, omdat je in de meimaand allerlei herdenkingen en vieringen hebt. En onder andere die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog. En dan heb je dus ook 5 mei bevrijdingsdag. Dat is ook een vrije doorbetaalde dag. Dus men wilde het een beetje spreiden. En zo is het gekomen dat 1 mei in Nederland niet een doorbetaalde vrije dag is. Maar in andere landen wel. Goed.
Dus we blijven ook in dat teken even aandacht besteden aan de arbeidssituatie. Nu even over het internationale nieuws dat Suriname een beetje raakt. Er is een soort ruziesfeer ontstaan tussen Guyana en Suriname. Om een heleboel redenen hoor. Laat me er één van uitpikken. Die voortzettend, men praat er niet over, maar het is er. Namelijk de vicepresident van Guyana, Barat Jagdeo, ja, die heeft een lang ruzie met de Surinaamse minister van Landbouw. Ja, en die Surinaamse minister van Landbouw, wat heeft hij op zijn kerfstok? Dat is dus meneer Parman Seudin. Die heeft op een blauwe maandag heeft hij toezegging gedaan, daarbij geruggesteund door de president van Suriname, Chadri Rosat Santoki. Die hebben toezegging gedaan aan Guyana dat ze Guyanese vissers visvergunningen zouden geven, zouden verstrekken. En ze hebben deze belofte op bezoek, tijdens bepaalde bezoeken in Guyana, hebben ze dat herhaald. Feestelijk, natuurlijk, waarschijnlijk met één glas rijstewijn te veel op, heeft men deze belofte, zonder overleg overigens, met de Surinaamse politici, met het Surinaamse parlement, zonder overleg met de branche, met de sector, met de landbouwers, heeft men deze belofte gedaan en herhaald op feestelijke aangelegenheden wanneer men in Guyana op bezoek was. In Suriname zeggen onze oudere mensen zeggen, ze waren mond verlegen. Dus dit moet ons toch wat zijn, toch? Je nakwa, wat slokje parbo of een slok rijstewijn. Je moet toch wat interessant zijn. Ah, dat is mijn visvergunning. Ah, dat zit die man. We regelen het voor jullie. Deze. En die Guyanese, die zijn Engels-Brits opgevoed. En het Britse koninkrijk staat bekend om haar hoffelijkheid en haar wellevendheid. Men kent de benadering van de Britse en de Engelse gentleman. En een woord, een woord. Dus men trekt heel zwaar daaraan. I promise wasani, dan ben jij niet een kleuter, maar je bent een fatsoenlijke, stevige kerel. Die is beloofd, dan moet je je belofte ook nakomen. Dat zeggen de Guyanese. En die Surinamers, die zeggen, ja, we hebben het niet zo bedoeld. We hebben het eigenlijk ook niet gezegd. En eigenlijk kan het niet. Maar ja, we gaan kijken wat we ervan kunnen waarmaken. Dus zo zit Suriname te stotteren. En de zaak in allerlei toonaarden te ontkennen, et cetera. En Guyana staat op haar standpunt, jullie hebben het beloofd, dus we willen zien wat er van die belofte terechtkomt. Dit is in het kort samengevat het probleem tussen Suriname en Guyana, waar omheen wordt gelopen. Maar dan ga ik u zeggen, dus waarom wij even serieus naar dit probleem moeten kijken, omdat deze meneer Barat Jagdeo, de vicepresident van Guyana, om te beginnen, een vicepresident, heeft een accentje meer aandacht nodig dan een minister. Dat is één. Maar wat heel belangrijk is in deze, is dat die man ook secretaris-generaal van zijn politieke partij is. Dus hij is ook de belangrijkste man in de Guyanese politiek. De secretaris-generaal is vanwege zijn contactennetwerk en zijn manoeuvreren tussen de top en de bottom, is dat een machtige man. Ja, dat is de secretaris-generaal. Bepaalde grote supranationale lichamen, zoals de Verenigde Naties, daar hoor je niet praten over voorzitter, maar praat over de secretaris-generaal. Ja, de secretaris-generaal van de OAS. En zo heeft onze minister van Buitenlandse Zaken ook vaak die eer naar zich toegetrokken ten onrechte.
doordat hij assistent was van de secretaris, heeft hij zich ook in zijn houding een beetje opgesteld als secretaris-generaal van de OAS, maar dat was hij niet. Dus de secretaris-generaal is een aanzienlijke, leidinggevende functie, ja, dus die aanzien geeft en die toch een behoorlijke uitstraling heeft. En die Surinamers die kijken ervoor weg. Nee, dus op zijn Surinaamse zeggen, dat is een amampie. Ze zeggen niks over die botsing tussen de minister van Landbouw in Suriname, Permanent Seudin, met de vice-president van Guyana, Barat Jagdeo. En Diep Jagdeo is dus Stevens, de belangrijkste man in de leidinggevende politieke partij van Guyana, de PPP. Ja, is de partij van de voormalige, inmiddels overleden, Jerry Jagan. Ja, dus dat is niet zomaar een kleintje in Guyana. Maar goed, ik zeg dit in verband met de vriendschap op zo'n dag van de arbeid. Dan kijk je met wie arbeid jij samen. En dan zie je dat het helemaal misgaat tussen Suriname en Guyana als het komt op samenwerken. Omdat de twee landen niet op dezelfde golflengte zitten. In Guyana pakt men alles wetenschappelijk aan. Ja, het zijn topintellectuelen die Europese opleiding hebben genoten en weten waarover ze praten. De president van Guyana op dit moment, Irfan Ali, is doctor, ja, in de wetenschappen. Dus het zijn geen kleine jongens. En dan moeten ze, als ze naar hun buurman kijken, Suriname, dan moeten ze het doen met Bronto, zo'n Arjo, en een paar meer van die grappenmakers. En dat is dus geen vergelijking. Ik ga me daar ook niet aan wagen. Maar goed, het komt erop neer. In Suriname hebben de vakbondsleiders opgeroepen om 2 mei een actiedag te maken door thuis te blijven. De Surinaamse vakbeweging ligt op zijn gat. Men stelt niks voor. Men doet voor die arbeiders totaal niks. Alleen maar gebabbel, gebabbel en nogmaals gebabbel. Luister maar even 10 minuten naar meneer Hooghart en meneer Miskin en al die grappenmakers die van C47. Je hoort ze babbelen. Ze babbelen over alles, maar ze behartigen geen arbeidersbelangen. Daar komt het eigenlijk op neer. De Surinaamse vakbeweging is vanaf Bouterse aan het bewind is gekomen, is die Surinaamse vakbeweging is uitgeschakeld. Ja, en men stelt niks voor, men komt niet op voor die arbeiders. Tijdens het NDP-bewind leek Hooghart te zijn ingeslapen. Hij heeft zich aangesloten bij de NDP en vanaf toen was het afgelopen met het behartigen van arbeidersbelangen. En daarom is het in zijn vakcentrale, CLO, is het een beetje woelig geworden. Want natuurlijk komen er andere mensen op, zoals meneer Miskin, die beoogt dan de leiding van Hooghart over te nemen. En zoals het altijd in Suriname gebeurt, dan gaat men zich verzetten. En dan krijg je een hele jotroese Johari tussen Hooghart en Miskin. En Miskin, die ziet er een beetje Aziatisch uit. Dus die past te meer in het profiel van de nieuwe regering Santokhi, die met een etnisch beleid is begonnen in Suriname. En men heeft de fout gemaakt door zonder zich te oriënteren direct met Miskin aan tafel te zijn gaan zitten, terwijl men niet bevroedde dat zelfs de rechter in Suriname Miskin niet had erkend als leidinggevende bij de vakbeweging. En dus in de eerste instantie Ronald Hooghart in het gelijk had gesteld. Maar in de tweede instantie, bij hoger beroep, heeft men dan weer Miskin erkend. En zo is het stuivertje verwisselen. Maar wie zijn er de dupe van? Die arbeiders. Want terwijl die leiding zit te bakkeleien van wie de baas is, in Suriname is dat altijd een vraagstuk, hè? Wie is de baas? Iedereen wil de baas zijn. En
een Caribische vakbondsleider, Trevor Monroe, die heeft het zo geformuleerd. Hij zei, in the Caribbean, everybody wants to be the big man. Iedereen wil een grote baas zijn. Ze doen niet onder voor elkaar, is machismo. Wie is de baas? En dat houdt Suriname ook bezig. De ene mag zijn borst natter en groter dan de andere. En het is zo een soort hanengedoe van hanen. Dus die koketteren, zeg maar, hè, met het Nederlandse woord. Koketteren met hun macht en laten zien dat zij over jouw lot kunnen beslissen. Maar goed, dan gaan we naar het feitelijke nieuws dat ons bezighoudt. Ik had u al gezegd, laten we dat gelijk behandelen. Ik heb in 1971, ja, heb ik bij een bezoek aan Suriname, heb ik een gesprek gehad met Jozef Slagveer. Ja, en die legde me uit, hij was toen heel populair, dat hij samen met Rudy Cross bezig was persbureau Informa op te richten. Hij heeft besloten om Informa, een persbureau, een nieuw persbureau in Suriname, het eerste onafhankelijk functionerende persbureau buiten de regering, heeft hij besloten, ja, om het persbureau niet op 1 april, want dat wilden ze doen, om precies begin van de maand te beginnen. En toen merkte hij op dat ze dat niet zouden moeten doen vanwege de ernst waarmee men in die tijd in Suriname aprilmoppen serieus nam. Dus heel Suriname was ermee bezig 1 april jou voor de gek te houden. En Zalver die dacht, jongen, heeft me oppo Informa 1 april. Dan gaat heel Suriname denken dat het een aprilmop is. En zo is Informa het eerste particuliere persbureau in Suriname. Is opgericht op 2 april 1971. Ja. En daar is natuurlijk heel veel aan vooraf gegaan, dat ik niet in dit programma kan behandelen, maar ik onthoud u bepaalde historische data niet, want in die tijd, dus de oprichting van Informa, was het zo dat de regeringsvoorlichtingsdienst, die had bijna alles voor het zeggen. Ja, het was de regering had zijn eigen persdienst, en in Suriname, u schrikt u niet, was toch het Nederlandse ANP het gezaghebbende persbureau. Alles wat de klok sloeg was ANP in Suriname. Trouwens ook op de Antillen had je diezelfde constructie, dat die regeringsvoorlichtingsdienst, die bepaalde alles en die kranten namen dan die berichten over. Maar in ieder geval, dus iets voor die datum hebben. Dus dat was 29 maart, ja, hebben Jozef Slagveer en Rudy Cross. En Rudy Cross, die hebben in de Herenstraat in Paramaribo besloten om Informa op 2 april op te richten. Ja, maar daarvoor, dat wil ik ook eventjes aan het illustreren, daarvoor, die 10 jaren daarvoor, zo vanaf 1961 is in Suriname, heeft er een botsing plaats gehad, ook tussen particuliere journalisten en de regerings-RVDS in die tijd. En toen hebben in 1961 3 belangrijke journalisten hebben de Vrije Stem opgericht. En wie waren deze mensen? Leo Morburgo, Rudy Cross en Jozef Slagveer, die hadden in 1961 de Vrije Stem opgericht. Maar, ik loop vooruit, sorry. Ik trek even dit terug, want ik ben even in de war. Het is 1961, is de Vrije Stem opgericht door Eugène Waaldijk, Frits Spengel en Rudy Bedacht. Daar waren ook bij Hans Parade en Ewald Sluisdom. Dat had ik moeten zeggen. En ik heb me vergist met later. Dus toen
in forma in de lucht kwam, toen waren belangrijk voor Suriname Leo Moburgo, Rudy Cross, Jozef Slagveer, die dus een betekenis hadden rondom de oprichting van Informa in de Herenstraat. Dus het is wel één historische ontwikkelingslijn. Ja, van 1961 naar 1971, dat is toevallig 10 jaren. En voor 1961 waren het Eugène Waldijk en Rudy Bedacht die wetenschappelijke studie hadden gedaan, ja, in de journalistiek in Nederland. Ja, en ik moet ook volledigheidshalve erbij zeggen dat, en dat is pas later gaan gelden, dat een collega die ook met de Stikuza-beurs had gestudeerd in Nederland, dat was meneer Leonaros, Wilfred Leonaros, die is later, ja, heeft hij de vrije stem overgenomen van die groep die ik eerder noemde zo net, van Eugène Waldijk, Frits Spengel en Rudy Bedacht. Maar goed, het komt erop neer, die ontwikkelingslijn in de Surinaamse journalistiek is eigenlijk de stam van de vrije nieuwsgaring. Dat men de vrijheid van meningsuiting in Suriname gestalte wilde geven door middel van persbureau, dagbladen, weekbladen en ook op radio en televisie, waar het deze figuren die telkens bij nieuwe initiatieven, wiens naam je hoorde, dat die iets in de melk te brokkelen hadden in de 60er jaren, laat me dat vrij vertalen, in de 60er jaren en 70er jaren. Dat wou ik even kwijt, naar aanleiding van de oprichting van het eerste Surinaamse persbureau Informa door Jozef Slagveer in 1971. En Jozef Slagveer komt uit de Gongrijpstraat. Daar heeft hij gewoond, daar heeft hij ook zijn persbureau in, zelfs in die oprichtingsfase voortgezet. Dus je kunt gerust ook bij de Herenstraat, waar de feitelijke programmatie plaatsvond, kunt u gerust bijdenken, ook de Gongrijpstraat. Want zowel Jozef Slagveer als Rudy Cross, die werkten in de woning van Jozef Slagveer aan die eerste stappen van persbureau Informa. Goed, dan zijn de inheemse, zoals ik u vorige week vertelde, vorige uitzending bedoel ik, zijn die inheemse weer in de aandacht, omdat president Lula in Brazilië een radicaal standpunt heeft ingenomen ten voordele van de inheemse en het over andere boeg is gaan gooien. Hij heeft die inheemse per decreet allerlei volmachten gegeven om hun eigen regio te beschermen en hij heeft ze toegezegd dat zijn gewapende arm hun gaat beschermen. Dus dat hij dat wettelijk ook zo gaat regelen dat ze zeer meer zeggenschap hebben in hun eigen regio. En dit is eigenlijk het feitelijke begin van wat men noemt decentralisatie van de macht. En dat moet in Suriname ook gebeuren. Want in Suriname worden de Indianen, de inheemse en de tribale volkeren, die worden stiefmoederlijk behandeld vanuit Paramaribo. Dan vliegt men met een helikopter, zoals Brunswick nu de show steelt in Suriname, door telkens met een helikopter ter plekke zich te komen oriënteren. Maar telkens wanneer die met die helikopter vanwege bestuursdaden zich verplaatst, komt hij in botsing met die lokale bevolking. Hij is ook bij een begrafenis een keer, is hij pardoes op het verkeerde moment met een helikopter, met 2 helikopters zelfs, hè? Want hij is de baas. Is met 2 helikopters gekomen. En 1 helikopter achtervolgt hem om te kijken dat hij de weg niet kwijtraakt in de lucht. En dan is hij geland met 2 helikopters tijdens een begrafenis van een collega en familielid, geloof ik, en goede kennis in het binnenland. En daarbij heeft hij de gramang geschoffeerd. Hij heeft de autoriteiten niet gegroet. U weet, wanneer iemand zijn huis komt, toch? Dan zeg je dag meneer, of dag tante, dag oom, hoe gaat het ermee? En dan kom je met je boodschap.
Maar ja, Brunswijk die kent die manieren niet. Dus die is met zijn helikopter geland. Want hij dacht, hij is de baas. Hij mag doen wat hij wil. En natuurlijk vonden die gezagsdragers in het blindenland, die voelden zich overgeslagen. En dit was het begin van een langslepende ruzie die nog steeds gaande is in Suriname. Ik vertel het heel eenvoudig zoals het is. Want men houdt ervan in Suriname om heel veel dingen eromheen te vertellen die niet ter zake doen. Goed, en nu gaat het dus om die inheemse. Ja, en die inheemse, ik las een bericht dat ik u vandaag moest vertellen. Zou moeten vertellen, ja, dat die inheemsen, die hebben voor elkaar gekregen, ze hebben weer, maar ja, ze houden van pamfletten en dingen op papier, petitie aanbieden aan hoogwaardigheidsbekleders en aan gezagdragers. Dus men heeft de Surinaamse regering, en ik ga zeggen Kasuko, de Surinaamse president, heeft men op de hoogte gebracht van dat men nu het ook over een andere boeg gaat gooien en niet meer zal toestaan dat de regering concessies en gronden verleent aan, gronden toezegt aan concessionarissen in hun gebieden. Voordat hun gebieden, hun economische zones, zijn geregistreerd en officieel zijn geratificeerd, zijn erkend wettelijk, en voordat dat allemaal vastgelegd is, komt er geen concessie in hun gebieden en gaan ze niet toestaan dat aan mensen gronden worden toegewezen. U weet toch, er komen van die berichten in Suriname constant dat er allerlei beschikkingen worden verstrekt aan mensen, en dan zien die inheemse dat gewoon plotseling mensen in hun regio's zeggen dat ze van de regering een stukje grond hebben gekregen. En zo zie je rare dingen, dat als je uit Sanderij, als je in Sanderij landt en je rijdt naar de stad en je komt langs Witsanti, een Indianengebied, dan zie je plotseling een tempel, een hindoe-tempel met van die poppen en afbeeldingen van goden en noem maar op, zie je aan de zijkant van de weg. En dat is allemaal mooi, maar dan vraag je af, hoe verklaar je dat in een gebied van de inheemse, ja, er plotseling, en er woont geen enkele, of heel weinig, of tot geen Surinaamse Hindustaan daar. Het is niet een gebied waar Hindustanen wonen, maar je ziet wel een tempel en een ander gebouw waar eigenlijk propaganda voor die religie van uitstraalt, maar je ziet geen mensen die tot die religie behoren, die in de buurt wonen. Maar dat soort dingen gebeuren dan. En ik geef maar één voorbeeld, dat plotseling je in een regio dingen ziet gebeuren die niet kloppen en die alles te maken hebben met een soort willekeur, een soort willekeurige verdeling van de gronden van Suriname. En ik wil erop wijzen, weet u dat de plantage Vier Kinderen, om maar een voorbeeld te geven van een van die plantages in Para, dat die plotseling in een bepaald jaar, in de jaren 70, eigendom, onthoudt u goed, eigendom is geworden van Pandit Para. Para. Pandit Para was eigenaar van de plantage Vier Kinderen geworden. En dat is door ingrijpen van Pengel, maar ook Aaron, die toen premier was, die het van Pengel heeft overgenomen. Men noemt Aaron daarom ook wel de kroonprins van Pengel. Ja, die Pengel heeft opgevolgd in de NPS. Die heeft ingegrepen en heeft met staatsmiddelen heeft die grond weer opgekocht van Pandit Para, die gewoon in Para, ja, een privé-eigendom had, doordat hij een of andere rechthebbende paraan in schulden heeft gebracht en die man kon hem niet terugbetalen, heeft hij beslag laten leggen op een hele plantage. Ja, dat is gebeurd. En de regering heeft dat moeten terugtrekken. En weet u wat het onhebbelijke is? En dat weten heel veel Surinamers niet, omdat het is heel raar
dat die Creoolse bevolkingsgroep, de Afrika-gerelateerde bevolkingsgroep, die slavernij heeft ondergaan in Suriname, die heeft een zekere aversie, een frustratie met betrekking tot de gronden waarop hun voorouders in slavernij zijn gemarteld en mishandeld. Daar is iets tussen die mensen en hun streven naar eigendomsrechten op die grond. Er is een psychologische barrière en wij moeten in Suriname veel serieuzer omgaan met deze zaken, omdat het iets betreft van het culturele erfgoed van deze mensen. Als jij hun voorouders meer dan 2-3 eeuwen daar hebben gewerkt gratis en zijn afgebeuld, nooit betaald hebben gekregen dus, niet eens een woning hebben, niet staat op hun naam, dan dat is toch dat de grootste genocide, kan je bijna zeggen, waar wij Surinamers ook enige verantwoording voor hebben. Naast die slavenhouders, die dat verweten kan worden, maar wij die dat hebben moeten ondergaan, op ons ligt ook een morele plicht om nou iets te doen aan het helen van die wonden die zijn geslagen in die slavernijperiode. En een van die wonden is dat wij weer de relatie tussen de Afrikaanse Surinamer, de Creool zoals we ze noemen, of het nou Bosland Creool is, Maron, de Stadskreool, want er is geen enkel verschil tussen Stadskreool en Bosland Creool. Zijn allen afkomstig met hun voorouders uit Afrika. En we moeten onderzoek doen in de relatie van die mensen met het grondgebied Suriname. Is een traumatische geworden, omdat het is gepaard gegaan met mensenrechten schendingen, moord en doodslag. En men heeft die mensen niets als tegenwaarde in handen gegeven om verder te leven. Terwijl dat met alle verdere immigranten wel het geval is geweest. Ja, en daar ga ik een andere keer op terugkomen. En ik moet u zeggen, sprekende over het slavernijverleden, ja, zie je dus terugkomen dat, en ik zit in mijn eigen familie, in mijn eigen omgeving, dat die zogenaamde Creool, die Afrika-gerelateerde Surinamer, ze hebben weinig tot geen belaststelling in eigendom van grond. Ze weten niet wat het betekent. Ze hebben er ook geen voorstelling van. Ze blijven jaren bij hun ouders wonen op hetzelfde erf, in diezelfde woning. Ze wonen alles met z'n tienen in een eenkamerwoning. Ze hebben nergens, hebben ze aangeleerd, de behoefte om een stukje grondgebied met daarop een zelfstandige woning in hun eigendom te hebben. Dat idee, dat concept bestaat niet in Suriname. En dat heeft geleid tot een structurele achterstand van met name de inheemse, want bij de inheemse is het precies hetzelfde. Die hebben jarenlang in het bos gewoond, in dorpsgemeenschappen. Je moet goed kijken, die dorpsgemeenschappen waar Indianen wonen en waar Creolen wonen, ja, er zijn geen schuttingen. Als je in een Indianendorp gaat, zie je geen schutting. Afbakering van dit is van mij en daar staat mijn fiets en mijn brouwfiets. Alles staat zo in het openbaar. Je kunt zo elk huis binnenlopen en weer uitlopen. Men had een communale vorm van samenleven. Ja, dus het begrip bezit en eigendom en het participeren in een geldeconomie zijn vriendenverschijnselen voor die mensen. En ze hebben het zelf moeten aanleren. En de een doet het beter dan de ander, maar er is geen systematische cumulatie van kennis over dit, over deze fenomenen, bestaat niet bij deze mensen. Ik heb hier hele felle discussies gehad met ingenieur Nolles Jubitana, een inheemse intellectueel, die mij heeft gezegd dat hij na jarenlang als inheemse deskundige, hij is landbouwingenieur, dus als deskundig heeft hij nagedacht over dit vraagstuk. En hij zegt, want hij zag dat zijn broeders en zusters tot op zekere hoogte hem wel begrepen, maar dat hij op een gegeven moment niet verder kon met hen, omdat ze vervielen
in diezelfde onhebbelijkheden die hen niet vooruit hielpen. En dat zijn familieruzies, het verkwisten van hun geld, het zich te goed doen aan te veel alcohol en die grens niet kunnen bepalen van zo, ik heb 3 borreltjes op, dit is genoeg, maar ik moet morgen weer aan het werk. Dat is er niet bij. Ze drinken tot het geld op is en dan vallen ze op de grond ter plekke en ze slapen daar tot die volgende dag. En dan is de volgende dag weer een nieuwe dag. En hij heeft gezien, en hetzelfde geldt voor vele Creolen, dat ze niet budgetteren, zegt hij. Ze gaan ergens werken, ze krijgen een salaris en dan lopen ze met dat geld van de werkplaats naar huis. Als ze onderweg een winkel zien met een mooie patta, dan kopen ze die patta omdat ze dat geld in hun hand hebben. Als ze ergens komen en ze lusten een biertje, dan drinken ze dat biertje. En omdat ze geld in hun hand hebben, dan kopen ze niet 1, 2, maar 3 en 4 en 5, 6 biertjes tot ze daar blijven liggen. En ze worden beroofd van hun geld of dat het geld gewoon opgedronken wordt. Ik heb het meegemaakt dat velen, en het geldt ook voor onze Hindoestaanse arme broeders, die arme Hindoestaanse mannen, ik heb het meegemaakt toen ik klein was, dat Hindoestaanse vrouwen, die moesten bij een bar waar hun man aan het drinken was, kwamen ze eind van de maand, kwamen ze die man uit die bar halen. Ze kwamen die man gewoon uit die bar halen. Want als ze die man niet kwamen halen, kwam dat salaris niet thuis. Want tussen het werk en het huis werd het hele salaris opgedronken. En aan liefjes en vriendinnetjes en vrienden werd het uitgegeven. Omdat het besef van budgetteren, een appeltje voor de dorst voor morgen bewaren, daarin is men niet opgevoed. Dit is een serieuze taak waar we aan moeten werken in heel Suriname. Want men wil het niet toegeven, maar het is een naakte waarheid. Maar goed, dan ga ik naar de nieuwsfeiten. Wat bleek namelijk dat de politie in Suriname, dat die vermeldt en het wordt onderschreven door de rechterlijke macht. Ja, de rechters in Suriname, die maken ook gewacht van, die rapporteren dat er vanaf 17 februari dit jaar er meer aanvragen zijn gedaan voor wapenvergunningen in Suriname. En dat hebben ze geregistreerd. En ze weten dat aan de plunderingen die hebben plaats gehad bij die eerste betoging van meneer Paquito Biervliet, dat er sindsdien er meer vergunningen zijn gekomen omdat mensen bang zijn geworden voor beroving en voor plunderingen. En men heeft geregistreerd dat onder de vergunningaanvragers valt het op dat de laatste categorie die nu nieuw is en wordt gesignaleerd bij die aanvragen, dat zijn alleenstaande moeders. Let wel, alleenstaande moeders die naar een wapenvergunning zoeken. Dat wat dan die oma's in van zijn naam, de jaja oma van zijn naam, de imiktrobina, de jorek, klek, klek. Dan moet je je uit de voeten maken, want die dames die hebben nu vergunningen aangevraagd om te mogen schieten wanneer zij belaagd worden. En dat is een kwalijke ontwikkeling in Suriname. Een goede ontwikkeling natuurlijk voor de verzelfstandiging van de vrouw. Maar een kwalijke ontwikkeling dat allerlei groepen burgers nu naar het eigen recht gaan grijpen. Ze beginnen zich alvast te bewapenen. Meer wapens zijn omloop dus in Suriname. En wat ook de zaak kwalijk maakt, is dat ik uit die nieuwsberichten, en ik moet u zeggen, ik heb naar de meeste persbureaus heb ik gekeken en de berichten op de sociale media, et cetera, dan zie je dat de politie ook gewacht maakt dat ze moet optreden tegen haar eigen politieagenten die onoorbaar geweld gebruiken tegen burgers. Het laatste geval is dat de politie een aantal functionarissen heeft moeten reprimanderen, terecht heeft moeten roepen, omdat zij burgers klappen hebben verdeeld. Gewoon, zoals mijn journalist, ik moet klappie. Weet wanneer een discussie uit de hand loopt,
dan zwaait er wat en bij de politie regelmatig worden burgers geklapt. En er was niet lang geleden ook een bericht van mishandeling door een politieagent, ik denk dat die man Tolut heette, dat die zich misdroeg door mensen die in voorlopige hechtenis waren genomen, de Geiersvleit, heeft hij persoonlijk bewerkt. En zo zijn er meerdere gevallen waar de zonen van Herman Nat, zoals men de politie wel eens noemt, dat die een boekje te buiten gaan en zich misdragen ten opzichte van burgers. Nou, als je dit optelt bij de toename van wapens, en je telt het op met, ik heb het in een eerdere programma heb ik dit naar voren gebracht, namelijk dat men zomaar zonder discussie vooraf heeft men 25 Chinese ondernemers heeft men benoemd en gemaakt, of tenminste de gelegenheid geboden om buitengewoon agent van politie te worden. Men heeft ze cursussen aangeboden. Die mensen zijn op cursus. En natuurlijk moeten die kerels moeten dus als buitengewoon agent van politie bewapend worden. En natuurlijk, Suriname gaat men natuurlijk ontkennen. Nee, die mannen krijgen geen wapens. We gaan ze wel opleiden tot buitengewoon agent van politie. Maar dat wil nog niet zeggen dat zo praat de Surinaamse ambtenaar toch? Dat wil nog niet zeggen dat wij ze een wapenvergunning gaan geven. Nee, je gaat ze opleiden tot buitengewoon agent van politie om ze geen wapenvergunning te geven. Ja, zo slim zijn we. Dus dat ding klopt van geen kanten. Het klopt niet. Men gaat Chinese winkeliers, gaat men zomaar uit de lucht gegrepen, gaat men ze opleiden tot buitengewoon agent van politie. En dan komt die slimme minister van ons, van de ABOP, die komt uitleggen. Ja, dat zou leggen uit. En dan denk ik, ja, wel, we sloten al die Chinezen, die Chinese winkeliers, die hebben we gemaakt tot, die gaan we maken tot buitengewoon agent van politie. Ze zijn al in de opleiding, op Sarajevo, de politie, academie, volgen ze. Ze worden buitengewoon agent van politie. En toen hebben een paar slimme journalisten gevraagd, maar meneer de minister, wat is dan de functie van die groep die u dan buitengewoon agent van politie hebt gemaakt? We gaan ze werkeloos toezien aan de kant wat er gebeurt in Suriname. Nee, zegt die minister, kijk, wanneer wij als politie dan manschappen tekort komen in het uitvoeren van onze taken, dan kunnen we een beroep doen op deze mensen om ons te helpen. Jere minister en takere. Dat de minister die daar is om de gewapende machten te organiseren, die zegt dat hij die Chinezen gaat die buitengewoon agent van politie maken. En dan zeggen ze als ambtenaar, dat wil nog niet zeggen dat ze een wapenvergunning krijgen. Wanneer iedereen bang wordt van, oh je zegt, je bent al gong. Nee, zeggen ze, dat je die opleiding krijgt, wil nog niet zeggen dat daarbij hoort dat je ook een wapen krijgt. Maar waarvoor ga je die mensen dan opleiden? Om liedjes te zingen wanneer ze een dief zingen? Maar goed, ik nou het ding niet te grappig maken, want ik ben geen komiek. Ik breng soms die dingen met een sausje. Maar dat is om het beter in uw hersenen te laten doordringen. Dat niet kan wat er in Suriname gebeurt. En zo heb je dus een situatie dat onze minister komt uitleggen dat wanneer zijn politiemanschappen hun taken niet kunnen volbrengen, ze een beroep kunnen doen op de Chinezen om hen te helpen. En dan helpen zij de Chinezen weer aan om buitengewoon agent van politie te worden en ze te bewapenen. Daar komt het op neer. En zo zie je dat er straks onder de hele bevolking, u kent al het verkeerde voorbeeld in Amerika, in de Verenigde Staten kunt u zien waar het toe leidt, dat burgers nu als ze ruzie hebben, de Maihar Gong. Die mannen rijden langs een café en ze schieten naar binnen. Ik heb een vrouw op de sociale media horen klagen dat ze op haar balkon zit en het is toevallig een ex-medewerker van de politie. Een mevrouw zit op haar balkon en plotseling komt een kogel die in de lucht is geschoten, die komt terug en
en doorboort haar dak en valt op haar balkon naast haar. En als het op haar kop, op haar hoofd was, nou eerbiedig blijven. Als het op haar hoofd was gevallen, dan was die vrouw er niet meer en dan kon ze dit verhaal niet vertellen. En terecht waarschuwt die vrouw al diegenen die wapens hebben, om niet te denken dat wanneer je in de lucht schiet, of wanneer je oefent, hè, u weet, s'avonds stiekem in de lucht een paar schoten, als die kogel terugkomt naar de aarde, en met het gewicht waarmee die kogel komt en die hoogte die hij heeft bereikt, doorboort hij jouw zinken dak gewoon. En als je op bed slaapt, doorboort hij jou ook op dat bed. In je huis. Dus het is een gevaarlijke zaak om zomaar in de lucht te schieten. Maar goed, dit nieuws had ik te brengen rondom de registratie. Het zijn berichten die uit de rechterlijke macht komen die ik heb geventileerd. En die van de politie komen dat er meer wapenvergunningen relatief worden afgegeven vanaf 17 februari, jongsleden. En men weet dat aan de ervaringen van plunderingen in Suriname, dat mensen angstig zijn geworden en zich dus nu meer bewapenen. Ja, maar men heeft bij het bericht niet gezegd dat de politie daaraan meewerkt om die wapens onder de bevolking te verspreiden. Maar goed, foute boel natuurlijk. En dan kom ik bij het nieuws over een Indië. Ik las een nieuws en ik zeg, waar zijn we mee bezig in Suriname? Want het wordt gebracht als positief nieuws en het is in principe geen negatief nieuws. Maar de manier waarop het wordt gebracht, dan zeg ik, daar gaan we weer. Hoort u een bericht hier hoor. Een Indiaans bedrijf, Bajaj Process Pack. Ja, nogmaals, het bedrijf heet Bajaj Process Pack. Die heeft interesse in Suriname. Ze willen komen werken in Suriname. Ze zijn deskundig op het verwerken en verpakken en exporteren van fruit en andere agrarische producten. Nou, u kunt zich daarbij van alles voorstellen dat ingepakt moet worden. Dat komen ze doen. En dan wordt het zo gebracht dat bedrijf interesse heeft in Suriname. Dus niet, er wordt niet verteld wat wij van het bedrijf kunnen vragen of waar we dat bedrijf voor kunnen inzetten. Nee, het bedrijf heeft interesse in Suriname. En die is dus op die leider van het bedrijf, een topfunctionaris van het bedrijf, is op bezoek gekomen bij het ministerie van LVV. Ja, en dan wordt er verifereerd. Want nu gaat iedereen met de eerstrijger toch? Ja, die man is gekomen naar Suriname na het bezoek van onze president aan India. Waarbij onze president met die man heeft gesproken in India. En toen is die man dus nu als gevolg van het bezoek van de president aan India met een hele grote delegatie, is men daar het staatsgeld gaan opmaken. Maar dit is dan een effect van het feit dat de president in India is geweest en dus die man heeft aangetrokken om naar Suriname te komen en te komen praten met meneer Parmanant Sildin, ja, van landbouw. Maar dus ik zeg, waarom moet onze president overal bij gesleurd worden? En nu is dit dus, dan las ik weer iets, kijk, en dan gaat mijn familie weer kwalijk nemen, hè. Dan zie ik een Indiaans bedrijf. Dat bedrijf komt in India. Goed, prima, goede zaak. Die is naar Suriname gehaald door onze Indiaanse president, Chandrabrasad Santokhi. Want dat is hij in India gaan doen. Hij is Indiërs gaan halen om naar Suriname te komen. En bij wie komt hij op bezoek? Bij Parmanant Sildin, ja, ook een Surinaamse Indiër, ja, die hem ontvangt. Dus er wordt weer een onderonsje gemaakt en dan gaat het zogenaamd om grootschalige fruitproductie in Suriname en daar heb ik wat over te zeggen. Kijkt u, als wij voor landbouwproducten, fruit, etc., alleen maar in die termen denken van dat wij ons land ter beschikking gaan stellen als boerderij, als landgoed, dat derden onze vruchtbare grond komen gebruiken
om grootschalig fruit te produceren van hun landen. Ja, en ons met een habbekrats, met een kluitje in het riet sturen. Ja, dan worden Surinamers de nieuwe slaven van de toekomst. Die dus aan grootschalige productie gaan doen van landbouwproductie. En die dingen moeten exporteren naar landen. Wij worden niet de voedselschuur van het Caribisch gebied, maar wij worden de nieuwe slaven. Ik moet eigenlijk de titel van het boek van Anton de Kom gebruiken. Wij nieuwe slaven van Suriname. Wij gaan, er is nu in Suriname al een, ik dacht dat het een Nederlander moet zijn, die grootschalig met citrusvruchten bezig is in het Para-gebied. Ja, in de richting van de Carolina-brug, dacht ik. De Carolina-brug is het. En daar heeft, ik heb die plantage zelf gezien. Je rijdt kilometers langs een boomgaard, nieuw in Suriname, een boomgaard vol citrusplanten, citrusbomen. En daar is iemand grootschalig bezig citrus te produceren voor de export. Ja, dan wordt er gesproken over grootschalig, hoor, allemaal grootschalig Marcusa-productie, want men heeft gehoord, dat is een goede markt in het buitenland. We gaan Marcusa gaan we produceren. Dan hoor ik geluiden, al lang hoor ik die geluiden hoor, dat we zouden een cassavefabriek die tijdens Bouterse is neergezet in Para, die zou ook grootschalig cassave gaan verbouwen. Daar is niks van gekomen. En zo hoor je telkens van tijd tot tijd dat Suriname, zodra wij over een bedrijf praten, dan praten we over, we gaan exporteren. We zijn voedselschuur voor het Caribisch gebied, maar we kunnen niet eens eten op tafel zetten voor onze eigen bevolking. Ik herhaal die percentages. 20% van de behoefte aan voedsel van de Surinamers, van die kleine bevolking van nog geen 600.000 zielen, 20% wordt door onszelf geproduceerd in ons land en 80% wordt geïmporteerd. Ja, en nu zitten we te denken en te dromen over grootschalige productie en heeft onze president zelfs Nederlandse boeren ook uitgenodigd om met hun veestapel en hun stikstofproductie naar Suriname te komen. Er wordt niet over nagedacht. Er zijn geen bestemmingsplannen. Men organiseert niet eerst het eten en het voedsel voor zichzelf om daarna te gaan kijken van wat er over is. Hoe kunnen we dat verkopen aan het buitenland? En dan krijg je nou in deze opsomming ook wat men noemt biomassa. Biomassa is het residu van bepaalde producten. Bijvoorbeeld de rijstbouw. In Suriname wordt de rijst verbouwd. En zodra die rijst zit in een paddy. U weet toch, die paddy heeft een vliesje eroverheen. En dan wordt die rijst gestampt en wordt het vliesje weggehaald. En dat bruine ding wordt weggeslepen. Dan krijg je een witte korrel. En dat residu, dus alles wat van die ruwe rijstkorrel wordt weggehaald, dat kaf, dat verbrandt men in Suriname gewoon. Wordt in brand gestoken of wordt weggegooid. En nu is de technologie zo ver in de wereld dat er allerlei machines bestaan om met het residu als grondstof, als halffabrikaat, zeg men, om toch er iets mee te doen. Iets nuttigs, je kunt zelfs spaanplaatachtig hout kan je ervan maken met andere houtresidu-soorten. Kan je die dingen persen en platen maken. Dus er is een hele industrie mogelijk met de zogenaamde waste. Dat noemt men die waste, het overblijfsel uit die landbouwsector. En dat noemt men die biomassa. De biomassa, dat zijn ook al die takjes en boompjes die vergaan omdat de rovers geïnteresseerd zijn in die grote, dikke boomstammen. En wanneer ze die boomstammen uit het bos sleuren, vernietigen ze allerlei kleine plantjes die als droge bladeren blijven liggen, die takken blijven liggen. En je moet oppassen dat ze bij de droge tijd niet in brand gestoken worden. Of dat ze branden veroorzaken. Maar goed, dus dat is wat betreft ons denken over onze landbouw, over onze voedselproductie. Om te beginnen, wat
er in onze grond groeit vruchten en groenten. Ja, laten we niet zomaar, zoals je mensen hoort praten over de dream big. Je moet groot dromen, zeggen de Surinamers. Nee, je moet beginnen je eigen volk, jij, jouzelf, van voedsel te voorzien. En wanneer dat helemaal in orde is in Suriname, als iedereen zijn natje en zijn droogje heeft, en ik heb zo net ook behandeld het vraagstuk van de verhouding van de Surinamer tot zijn grond, geef de Surinamer zijn grond, en te beginnen bij de inheemse en de tribale volkeren, bestudeer de relatie van de Surinamer met zijn grond. Ik heb dat gelezen bij Nelson Mandela, die heeft erop gewezen dat een van de systematische doelen van apartheid is om die bevolking te ontheemden, om die los te maken van zijn grond. Dat is een doel van kolonialisme, van uitbuiting en van racisme. Ze willen niet dat jij je hecht aan je grondgebied, want als jij gehecht bent aan je grond, dan ga je zien wanneer mensen met jouw grond en de producten van je grond ervan doorgaan. Dan voel je je aangevallen en dan ga je vechten voor je grond. Maar als jij niet verbonden bent met je grond, en er komen mensen vissen, zoals de Guyanese komen een ruzie maken, want ze willen die Surinaamse vis hebben. Ze hebben diezelfde wateren voor hun kust in Guyana. Ze hebben diezelfde rivieren als de Surinamers. Maar ze hebben het gemunt op de Surinaamse vissen, omdat ze zien dat de Surinamers er niets mee doen. Ja, en wil men Suriname komen leegroven. En dat gebeurt nu op grote schaal in de bosbouw, in de mijnbouwsector. Ja, overal is men geïnteresseerd om dingen te komen weghalen uit Suriname en te exporteren. En dan geven Suriname maar een klein deel van die waarde van wat men wegdraagt. En ik ga eindigen erop te wijzen dat ik vond het niet zo leuk om het te vernemen. Ik heb het gezien met mijn eigen ogen en gehoord. Dus het laatste kleine berichtje wat ik heb. Ik hoorde advocaat van meneer Bouters, meneer Kanhai, met een vrouwelijke journalist, ja, in bijzijn van de familie van Trikt, dat is mevrouw Ferrier, en haar zoon van Trikt, die terecht staat vanwege allerlei zaken rondom de centrale bank, waar ik heb in mijn analyses heb ik duidelijk gemaakt dat meneer van Trikt is onschuldig. Meneer van Trikt, die heeft de verkeerde vrienden gehad. En dan ga ik een voorbeeld geven wat ik heb gezien, want daarmee eindig ik. Ik zie in een interview een Surinaamse, Creoolse journaliste, die interviewt meneer Kanhai na een of andere zitting in het proces Bouterse. Dan zitten ze ergens. En dan wil meneer Kanhai tegen die vrouw zeggen, als antwoord op een vraag, je lult. Hij wil tegen die vrouw zeggen, je lult. Dan zegt hij, je poeniet. Dan wordt er gelachen. Je poeniet. Want de vrouwelijke variant van een lul is die poenie. Is de poenette, zeggen we in Suriname. Hè? Of je hebt allerlei benamingen ervoor. Poentje, poenette. Dus meneer, een gerenommeerd advocaat in Suriname, hoor, zegt tegen een journalist, als antwoord op een vraag, je poeniet, je lult. Ja, en dan wordt er gelachen. En dan zie je dat meneer op het beeld, u kunt allemaal naar die film gaan kijken, dan zie je dat meneer Van Trikt, Robert Van Trikt, die lacht een beetje verlegen, de zaak weg. Mevrouw Ferrier schaamt zich natuurlijk en weet niet wat ze moet zeggen, want ze is afhankelijk van die jurist die daar zijn boekje te buiten gaat en heel onbeschoft in niet welgevoeglijke taal zich uit. Ja, ja. Maar dan ga ik u zeggen, als meneer Van Trikt door deze advocaat zich wil laten blijven verdienen, gaat hij altijd verliezen. Meneer Van Trikt moet zich ontdoen van dit soort gezelschap, omdat niet dat hij, kijk, het gaat erom die kwestie van de centrale bank, heeft verschillende afdelingen, gedragsdelen. En ik moet gaan eindigen, dus ik ga het heel kort samenvatten. Ja. Namelijk, meneer Van Trikt, die is in problemen. Laat me het zo zeggen. Hij is duidelijk in problemen, hij wordt verdedigd door advocaat Kanhai. Maar
Meneer Van Trix, die wees er zelf op in zijn eigen verdediging en hij heeft gelijk, dat hij eigenlijk wordt gestraft met strafrecht voor zaken die zijn gedaan, ja, en buiten zijn competentie lag het om die zaken niet te doen. Dus als je een opdracht krijgt van een baas, en zijn baas dat was meneer Hoefdraad, die voortvluchtig is, en meneer Boudersen die voor alles wegduikt, die geven die man opdracht, dan had je gaan zeggen, je had kunnen zeggen dat die man had kunnen weigeren, toch? Maar de constellatie politiek in Suriname is dat er een cultuur is dat als jij weet dat bepaalde opdrachten de hoogste instanties zijn gepasseerd en zijn gesanctioneerd, dan heb je vertrouwen in jouw werk. En dat is dus tussen aanhalingstekens de fout die meneer Van Trix heeft begaan, dat hij zich bevindt en heeft zich bevonden in slecht gezelschap, die hem eigenlijk in dit probleem hebben gebracht. En verder ga ik me niet daarmee bemoeien, mm-hmm. omdat deze kwestie van Trix deels een politieke kwestie is, maar het klopt ook niet. We moeten in Suriname rekening houden, we schrijven geschiedenis. Als wij een functionaris aanstellen, ja, en er gebeuren dingen, maar die dingen zijn er is geen enkele wet overtreden. Er is ook geen schade toegebracht aan de staat Suriname. En alles is ordentelijk volgens de bankwet afgewikkeld. Dan moet je die man vrij laten gaan. En dan moet je niet om allerlei pesterijtjes en politieke toestanden. Want wat ik moet u zeggen, dat op een gegeven moment zit die man in de verkeerde politieke partij, als het ware. Hij wordt geschraagd door mensen van die NDP. En zoals u weet zijn die weggestemd bij de laatste verkiezingen. Dus dan krijg je de neiging om zo in alles wat bij de NDP is, gewoon weg te wuiven. Maar dat moeten we niet doen. Je moet kijken, want het zijn allemaal Surinamers. Je kunt Surinamers niet wederrechtelijk behandelen. Want je schrijft dan een soort geschiedenis. Je schept precedenten, waardoor je hele wetgeving, je bankwetgeving in de war stuurt. En dat is een appel dat ik doe. Want de zaak van Trix moet weer voorgaan. Ik vind het ten onrechte als men alle NDP'ers ziet als zondaars die moeten boeten voor de zonde van Boudersen. Laten wij de wet toepassen zoals de wet toegepast moet worden. Dit was het voor deze keer. Ludwig van Mulier voor Radio Tamara. Ik had u heel veel meer willen zeggen, maar tot de volgende keer. En de volgende keer is woensdag aanstaande. Ben ik 's morgens om 8:15 weer aan zet. Odi. Ja, Ludwig, bedankt en tot de volgende keer.